Jitin Rajitan is vanaf vandaag de nieuwe algemeen directeur bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS. Minister Amara Madin van Volksgezondheid bracht bij de installatie enkele knelpunten van het PCS onder de aandacht van de nieuwe directeur. Ramadin kijkt vol vertrouwen uit naar verbetering voor de optimale dienstverlening en reorganisatie van de mentale gezondheidszorg. Directeur Jitin is zeer verheugd met zijn nieuwe functie en zal samen met het personeel in overleg treden om de werkzaamheden op te pakken bij het PCS. Twee visueel beperkte micro-ondernemers zijn door gerichte training en begeleiding van de Stichting Productieve Werkeenheden SPWE nu in staat om op een professionele wijze hun bedrijf verder te runnen. Het gaat om Reginaldo Josafat en Johanna Ayeki. De trainingen zijn onderdeel van het project Ondersteuning Zelfredzaamheid onder mensen met een beperking. Vanuit het ministerie van AWJ wordt alles in het werk gesteld om personen met een beperking economisch weerbaar te maken. Als werkarm van het ministerie levert de SPWE een bijdrage hiertoe door deze doelgroep een steun in de rug te geven, zodat zij op een duurzame manier kunnen ondernemen. In het kader van de verkeersveiligheid is het ministerie van Openbare Werken bezig wegmarkeringen te plaatsen op de primaire wegen. Nu is het prioriteit om bij scholen zebrapaden aan te brengen. Het ministerie is begonnen bij scholen in de binnenstad om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. Na 3 maanden zullen er inspecties gepleegd worden bij deze zebrapaden en als nodig zal er weer geverfd worden.